In de Tesla rij ik vandaag met Marco Keim. Oké, Marco Keim is CEO van Aegon Bank en Verzekeringen. Aegon Bank is groot in pensioenen, verzekeren en is ook een bank met hypotheken. En Marco is een echte innovator, hij is de CEO, maar Aegon omarmt innovaties. En ik wil eigenlijk nu eens uitvinden waarom dat zo is en waaruit die inspiratie komt. Als je eens even weg kunt rijden, Marco. Hoe ging dat ook alweer? Ja. Nee, je bent goed in de D zetten en wegwezen. Kijk, ja. We gaan rijden. Marco, jij, Aegon kennen we allemaal. Je hebt Knabbank, valt onder jou. Je hebt Kroedel, zeg maar, een Facebook-verzekering waar mijn inboedelverzekering zit. En je hebt ook OpenEye, dat zijn externe partijen die je zeg maar hebt opgericht onder het label. Om allerlei aspecten van jouw verzekeringsbedrijf te innoveren. Hoe zie jij de innovatie binnen zo'n grote financiële verzekeraar? Want hoeveel mensen werken er? Wat is een balanstotaal, even kort? Nou, zo'n 300 miljard wereldwijd. In Nederland zo'n 80 miljard. In Nederland werken zo'n 4.500 mensen. Wereldwijd 25.000 mensen. Ja, je bent verantwoordelijk voor het Nederlandse deel. Verzekeringen en banken. Ja. Oké, hoe moet dat in de komende tijd? Wat hebben jullie geleerd waar we heen moeten innoveren? Nou, het allereerste is, je hebt voor mij twee keuzes als je kijkt naar de fascinerende veranderingen die je vandaag de dag ziet op het gebied van technologie mogelijkheden. Kijk zelf naar deze auto die we rijden. Dus technologie en data, dan kun je twee dingen doen. Je kunt er heel bang voor zijn en proberen te houden wat je hebt. Of je kunt het omarmen en gebruiken om je dienstverlening aan te passen aan de eisen van vandaag de dag. Oké, en wat zijn die eisen dan? Want de financiële sector vindt iedereen verschrikkelijk. Eigenlijk willen we het liefst niks mee te maken hebben, maar het is niet iets waar we nou plezier van hebben. Je hebt twee kanten ervan. Aan de ene kant heb je dus een financiële sector, precies wat jij zegt, waar klanten over het algemeen niet echt in geïnteresseerd zijn. Aan de andere kant zie je de overheid zich steeds meer terugtrekken, werkgevers zich steeds meer terugtrekken op pensioengebied. Dus het wordt steeds relevanter. Dat vind ik ook altijd mensen die bij ons werken. Eigenlijk wat wij doen wordt alleen maar relevanter als we het ook op de goede manier naar klanten kunnen brengen. Ja, als dingen niet echt interessant zijn voor klanten, moet je het op het goede moment proberen te brengen. Je moet het makkelijk maken. En je moet met name proberen de zelfwerkzaamheid en zelfstuurzaamheid, wat jij mij net leerde, zo groot mogelijk te maken. En technologie vandaag de dag biedt die mogelijkheden. Ja, dus op het juiste ogenblik over financiële zaken. Ik ben natuurlijk geïnteresseerd als ik trouw, kinderen, precies, huizen, toestanden, pensioenen. Ben ik in levensfase geïnteresseerd? Ja, absoluut. In levensfase zijn vaak de momenten dat je meer. Als wij zien dat jij 30 jaar bent, je woont in een Windex-locatie en je surft op de geboortewinkel, dan zou het wel eens kunnen kunnen dat jij een kind krijgt. En dan is het misschien wel relevant om dan jouw informatie te sturen over wat dat in je leven kan betekenen. En eigenlijk schuiven we ook steeds meer op zeg maar, van een productleverancier. Want het kunnen onze producten zijn, maar het kunnen ook producten van anderen zijn. Want de meeste nieuwe modellen die je net noemde, zijn zoals we noemen open architectuur. En schuiven we op van een productleverancier naar iemand die probeert klant zelf zijn regie te kunnen laten voeren over zijn financiële toekomst. Dus bijvoorbeeld iOpen, dat is dan zo'n hypotheek zeg maar, bedrijf wat jullie hebben. En dat verkoopt ook allerlei andere producten dan Aegon. Ja, maar eigenlijk is iOpen niet een hypotheekbedrijf. iOpen proberen we eigenlijk de toegankelijkheid van advies zo goedkoop mogelijk te maken door een stukje zelfwerkzaamheid in te brengen en advies te automatiseren. Het is een tussenpersoon. Het is eigenlijk een geautomatiseerde tussenpersoon. Een geautomatiseerde tussenpersoon, waardoor je tegen veel lagere kosten advies kan inwinnen. We zijn begonnen eigenlijk met het meest complexe proces, hypotheken, maar we gaan het ook uitrollen voor alle andere vormen van financieel advies. En hoe meer de klant zelf doet, hoe goedkoper het uiteindelijk voor de klant wordt. Ja, en is dat dan voor Aegon, de bedoeling dat dat een verzekeringstussenpersoonsproduct wordt? Of is het iets om uit te leren hoe je die fabriek aan de achterkant, die 80 miljard balansenfabriek, moet heroriënteren erop? Of hoe past dat binnen innovatie? Nee, wij zien dat echt als een compleet nieuw model. Waarbij we in het verleden heel veel op onze balans namen, vandaar die 80 miljard, zien wij in de toekomst onze rol toch veel meer als een soort regisseurrol, waarbij wij een dienst verlenen, dus de klant makkelijk maken en zo goedkoop mogelijk navigeren in het oerwoud van financiële producten. En daar krijg je dan de vier voor. Ik knap daar een mooi voorbeeld van. Dan proberen wij geen geld te verdienen primair aan de producten, maar met name als het fee te vragen voor de kennis die we beschikken aan klanten, die te beschikking stellen aan klanten via alerts. Ja, ja, dus niet €3 per maand vragen zoals ABN AMRO en al het geld aan de achterkant verdienen.
maar echt gewoon aan de voorkant het geld. Voor die, maar dan ook wel melden, u staat rood, we willen het automatisch aanvullen. Er staat best wel veel geld op uw rekening, zou u die misschien op een depot zetten? En zo kan ik nog 20 andere voorbeelden geven waarbij ik knap probeer mij er beter van, als klant er beter van te laten worden, in plaats van dat de bank er beter van wordt. En nogmaals, we moeten ook leven, dus het businessmodel is een andere, wij vragen daar gewoon een fee voor. En omdat het technologie is en schaalbaar is, heb je bij een bepaald volume van klanten kunnen nog een verdienmodel eraan plakken ook. Dus het moet ook een bedrijf knap, moet ook een bank worden waar de bankkosten eigenlijk ook veel lager zijn. Dat je ook, zeg maar, bijvoorbeeld van die €5 per maand, dat je daar ook van kan leven. En terwijl dat bij ABN AMRO misschien een derde van de totale kosten. Absoluut. Oké. En dus dat, zeg maar, met hypotheken is het duidelijk, probeer je zo'n verzekeringstussenpersoon, zo'n geautomatiseerde verzekeringstussenpersoon te doen. Kroedel, was je bezig met Facebook? Ja. Dat was echt de eerste verzekeraar die mij gewoon benaderde, of tenminste waar ik via Facebook mij kon benaderen en die ook nou, wat is daar het idee van? Nou, het idee erachter was van hoe kun je gebruik maken echt van sociale communities om eigenlijk goedkoper klanten naar binnen te krijgen. Een beetje, want acquisitiekosten zijn gigantisch. Ze zijn in heel niveau, dus vrienden melden vrienden aan. En het oorspronkelijke idee was er ook achter van als je een claim hebt, dan moet je die posten. Zodat je vrienden ook kunnen zien dat je gepost hebt. Oh ja? En uiteindelijk, als er dan winst in zat, zou het voor een deel teruggaan naar je vrienden. Ja, en dat was eigenlijk het oorspronkelijke model. Ja, ja. Dat was eigenlijk een experiment. Kroedel is een beetje onze experimenteerde vijver. Waar we kijken hoe we social kunnen benutten. Ook nogmaals, een win-win-win. Want het zou goedkoper worden voor klanten. Ja. Lage claimratio, lage acquisitiekosten. Dus een betere deal voor de klant. Een stukje coöperatief gedachtegoed erachter. Een stukje potentiële winst teruggeven aan klanten. En wederom, alles gedigitaliseerd. Dus je hebt ook geen duizenden mensen erachter nodig. Waardoor het ook een verdienmodel voor ons is dat. Ja, ja. Dat zie je dus wel vaker nu met informatie beschikbaar maken in de publieke kant. Je hebt zo'n verzekeraar die de informatie uit de auto haalt. En dan ziet jouw rijstijl teruggeeft aan jou. En vertelt van jou hoe vaak jij over de witte lijn gaat. Hoe vaak je te hard rijdt. Hoe vaak dit. En dat de verzekeringspremie eigenlijk voordat je schades hebt al gewoon hoger of lager wordt. Ja, ik vind het een prachtig voorbeeld. Want er zit ook iets wat ik kan zeggen. Een soort gamification effect in. Ja. Want ik zie dus hoe ik het doe ten opzichte van anderen. Ja. Ik zie dat ik meer over de witte lijn. Ik vind het misschien ook wel prettig na een ritje dat ik mijn verzekeringspremie omlaag gegaan is. Vaak geldt het ook voor brandstof. Ja. Dus dat is iets anders wat je steeds meer in onze industrie ook ziet, is dat we met levels werken. Met financial planning hebben wij wel eens de fout gemaakt, ook bij Knap eigenlijk, door één keer veel te complex te maken. Ja. En dan zie je toch dat mensen afhaken. Maar dat is toch wel de leukste. Ik heb dat financiële plan, is de eerste keer van mijn leven dat ik ooit een cashflow heb gemaakt van mijn leven. Dat is dan, voor de mensen die dat niet, ja, is knap. Ja, dus voor mensen die het niet kennen, maar je hebt een financieel plan, dan zeg je gewoon, dit zijn mijn levensfasen, dan en dan, dan ga ik minder werken, dan heb ik mijn kind, mijn universiteit, mijn dit, mijn dat, mijn zus, mijn zo, en dan stoppen mijn assets erin, en dan heb je een cashflow van je leven. En daar was het voor de eerste keer dat ik uitrekende van, nou ja, ik ga op mijn 65 ga ik minder werken, dan doe ik de helft van mijn inkomen, en op mijn 70 doe ik een kwart van mijn inkomen, en dan, wat zijn de gevolgen daarvan als ik ook de studie heb van mijn kinderen? Eigenlijk is dat een volkomen normaal iets. Maar het was leuk om dat te doen. Ja, maar wel knap, want ik moet eerlijk bekennen. Uit onderzoek wel blijkt dat vrij veel mensen het te veel vinden. Ja. Dus nu proberen we dat met laagjes te doen. Dat je, maar wat ik heb gedaan, op een gegeven moment, ik vond het ook te veel. Toen heb ik op een gegeven moment iemand een uur ingehuurd. Ja, precies. Ja, dus ik had Oscar, die heb ik een uur lang heb ik naast me gezet. En dat vond ik ook de moeite waard. Die €150 heeft me dan geholpen. Want nu kan ik ermee spelen. Dus inderdaad, ik heb de informatie nodig, ik heb dashboards nodig, ik heb terugkoppeling nodig. Ik wil een stukje zelf sturen, maar ik heb ook niet de motivatie om dan alle ellende gewoon te gaan berekenen. Terwijl die persoon zegt, nou, ik heb dit nodig, dat nodig, zus nodig, dan stoppen we er zo in. En dan kun je spelen. Ja, en weet je wat het leuke is? Omdat jij het hebt ingevuld, als het goed is, krijg je ook meer relevante alerts dan mensen die het niet invullen. Want mijn dochter is 18 geworden en dat stond er ook netjes in. En dan krijg ik dochter 18 ook weer zo'n moment dat dingen gaan veranderen. Ja. Let even op je verzekeringen. Dus hier zie je eigenlijk hoe meer data je geeft. Of hoe meer 2% op je 2% rente. Koop nou voor je dochter een huis. Ja, precies. En dan kun je uit de huurpenningen kun je gewoon makkelijk. En het is een fantastische alleen te doen. Alleen iedereen bedenkt dat nu. Dus al die huisprijzen is net de steden vliegen de lucht in. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad. Maar ik heb nog steeds bij ons aan de overkant zijn inderdaad. Maar dat zou wel mooie. Dat soort advies zou ik wel heel mooi vinden. Als je dat zou kunnen doen. Zou u niet eens een keer een huis kopen voor u? Want dat is voor u heel interessant. Dat is een beetje een dynamisch gebeuren. Hey, jij bent dus CEO van Verzekering en de Bank. Wat is jouw achtergrond?
Ja, want alles en nog wat, maar ik zou mezelf met name marketeer willen noemen. Dus daar zit mijn grootste energie en mijn grootste affiniteit. Nijrode, ja. En naar Rotterdam heb ik marketing specialisatie gedaan. Maar ik heb ook nog recht en bedrijfseconomie, of accountancy gedaan. Dus daarmee kon je dan gewoon, heb je in ieder geval de papieren om dit te doen, maar... Als je nou, je bent dus nu in een, zit in een moeilijke sector, of moeilijke sector, ja. Prachtige sector, in moeilijke tijd. En daarbij dus nu, wanneer ben je weer de baas geworden? Ik ben alweer 6,5 jaar baas. Oké, dus je bent helemaal sinds het begin van de financiële crisis. Ik ben precies Toen kwam de crisis. Er zijn bedrijfstakken die betalen om niet meer te komen werken, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus al die mooie bonussen, die gingen ook meteen de lucht in. Dat was echt hopeloos. Maar hoe kijk jij tegen de manier waarop die sector nu in de samenleving zit en hoe de overheid zich nu overal mee bemoeit? Want je zei al van, de overheid heeft nu ook alweer bepaald dat als jij gewoon al een hypotheek hebt, dan mag je geen hogere rente krijgen bij een aanbod als bij de nieuwe klanten. Dus de overheid bemoeit zich overal nu mee, elk aspect. Ja, ik denk na zo'n crisis dat het normaal is dat er meer regulering plaatsvindt en je schiet altijd door in overregulering. Als je mij niet meer mijn hart vraagt, het zal nu een stukje overregulering zijn en dat zal wel weer terugschieten. Ik denk het allerbelangrijkste als sector moet je gewoon zelf zorgen dat je dat vertrouwen goed terugwint. En onder andere zeg maar door andere modellen te hanteren waarbij je veel meer de dienstverlener bent dan de productenleverancier. Ik denk ook dat het relatief veel makkelijker gaat, want dan sta je per definitie aan dezelfde kant van de lijn. Ja, maar je hebt die wetgeving die zegt je mag nou niet meer met marges werken, hè? Met percentages van het advies moet nu betaald worden. Ja, dat is weer zo'n rekening. En ja. Je moet zoveel balansnota aantrekken. En zoveel dit en zoveel dat. Ja. Echt, word je daar dan gek van al die regels? Of zeg je van nou, we maken er maar een kans van. Maar voor iedereen is het op het ogenblik een kans. Ik denk dat die regels gelden voor iedereen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat regels consistent zijn en enigszins voorspelbaar. En dat is af en toe wel lastig. Maar bijvoorbeeld het afschaffen van provisie. Ja, op zich is dat goed. Want dan concurreer je op de kwaliteit van je dienstverlening. Per definitie staat de adviseur aan de kant van de klant. Want die adviseert en die betaalt. En de toeleverancier, of de leverancier in dit geval zijn wij dat vaak, moeten gewoon zorgen dat ze hun zaken heel goed voor elkaar hebben. Dus voor mij is het een win-win-win. Het enige nadeel daarvan is de toegankelijkheid van advies. En vandaar dat wij iOpen hebben opgericht om advies ook betaalbaar te houden. Is veel minder. Je moet echt gewoon nu per betalen. Vroeger dacht iedereen dat het gratis was en dat was niet gratis. Ja. En nu moet je er op voorhand voor betalen en dat schrikt toch heel veel mensen af. Ja, want als je een slechte adviseur hebt, dan stuurt hij wel de rekening. En het lastige is dat je pas weet of de goede adviseur is aan het einde van de rit. En niet vooraf. Ja. Is het een aardige tijd om... hoe is dat om in deze... Kijk, nu ga je dus over de witte lijn heen zonder dat je de richting aanwezig hebt. Ik krijg strafpunten van jouw verzekeraar, denk ik. Ja, dus ik krijg nu inderdaad een mooi bonus. Ik krijg nu een mooi dashboard view. Maar hoe is deze tijd om... Om zo'n groot bedrijf te trekken. Weet je, ik vind het zelf een voorrecht om dat te mogen doen. Want je eigenlijk in een transformatieperiode ziet. Voor mij zit er echt een soort quasi-industriële revolutie. Zoals we het vroeger kenden. Technologie maakt zoveel mogelijk. Data maakt veel mogelijk. En om zeg maar een wat ouderwetse bedrijfstak fundamenteel te veranderen. En daar een nieuwe toekomst toe te brengen. Waar ik hoop dat ook heel veel mensen en klanten met plezier kunnen werken en aan klanten komen. Mm-hmm. Dat vind ik fascinerend. Ik vind het een voorrecht om in deze tijd aan het roer te mogen staan. Nee. Goed. Weer een overtreding. Nee, helemaal niet. Je gaat even naar de rechte lijn. Hey, dankjewel Marco voor deze insight. Graag gedaan.